gevonden. Naast die liggen. Maar het is echt super tof. Voor aan mijn muur. Ik heb Tom namelijk 2 maanden geleden. Voor Valentijnsdag een post laten bedrukken voor hem. Met de datum en locatie en alles erop. Waar wij een relatie hebben gehad en hoe de sterren toen stonden. Ik had hem helemaal niet open hoeven. Maar die heb ik voor mezelf even aan de muur laten maken. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat is geworden. En hoe groot die eigenlijk is. Want dat vraag ik me eigenlijk nog wel het meest af. Dus we gaan het zien. Ik ga dit proberen even open te breken. Het is leuk, die plakketjes erop. Maar... Ik moet hem afrollen. Hij is... Hoe zorg ik dat ik hem niet breek? Zou ik het zonde zijn? Hij is wel heel tof. Ja, hij is natuurlijk aan het oprollen. Weer terug. En hij is heel erg gaaf. Die komt dus aan mijn muur te hangen. Dat ga ik dus sterker nog nu gelijk doen. Maar dit is heel leuk. Ik ben hier heel blij mee. Superleuk. Ik ga hem ophangen en kijken hoe het eruit ziet. Het mocht zo zijn, jongens en meisjes. Ik ben positief op corona. Ik begon dinsdag bij mijn pa. Die voelde zich niet lekker, deed een zelftest, was positief. Deed vervolgens nog een zelftest, was weer positief. Bij de GGD ook positief. Die is hier gelijk in isolatie gegaan. Tom zat hier nog, dus ik heb tegen Tom gezegd. Pardon, blijf hier. In verband met straks hebben wij het ook, breng je het straks naar huis. Tom is hier gebleven, voelde zich 2 dagen later niet lekker. Ik ook, voelde me gisteren ook wel niet lekker. We hebben vandaag allebei getest. En we zijn allebei positief. Wat niet heel erg raar is, want als Tom het heeft, heb ik het waarschijnlijk ook en andersom. Maar goed, in ieder geval, we zijn allebei positief. Tom is niet hier. Tom heeft de beslissing genomen om naar huis te gaan. En zich thuis op te sluiten in zijn kamer en daar in isolatie te gaan. Wat ik ergens wel snap, dan heeft hij zijn eigen dingetje gewoon. Kan hij gewoon zijn dingen doen daar. Heeft hij zijn PlayStation bij de hand. Ruimte voor zichzelf. Zitten we niet op elkaars lip de hele tijd. Dus ja, de enige die het nu gelukkig nog niet heeft... is mijn moeder. En hopelijk blijft dat zo, want mijn moeder heeft maandag een bloedtransfusie in het ziekenhuis. Dus zolang zij niet positief is, kan zij gewoon gaan. Vandaag deed zij wel een zelftestje waarbij het een beetje verkleurd was. Heel licht, je moest heel goed kijken. Dus we gaan ervan uit dat ze het nog niet heeft. We gaan morgen nog een keer testen bij haar en dan... zien we het vanzelf. Maar in ieder geval zijn mijn vader, ik en Tom positief. Ik moet zeggen, ik heb het 2-3 jaar lang goed vol weten te houden. Ik heb tot al die tijden geen corona gehad. Op zich heb ik als enigste de meeste klachten. Tom is heel erg moe en heeft heel heftige hoofdpijn. Mijn vader had wat keelpijn, dat is na een dag verdwenen. Maar is nog wel steeds positief. En ik ben daarentegen wel degene die best wel beroerd is. Ik heb keelpijn, hoest me eigenlijk kapot en heb het ook benauwd. Nou merk je het nu niet, het valt heel af en toe mee. Maar af en toe sta ik echt wel even te snakken naar adem. Dus ik ben degene die de meeste boosters heeft gehad. Want ik heb een extra booster gehad omdat het op mijn werk fout is gegaan. Het stond niet geregistreerd, dus officieel had ik hem niet gehad. Dus ik heb zelfs een extra booster gehad. En nog heb ik corona. En heb ik van de 3 die het nu hebben, de meeste klachten. Het is echt wel heel erg frappant. Maar goed, het is niet anders. Ook ik heb mijn eigen hier opgesloten. Ik loop af en toe met een mondkapje op naar beneden als ik echt wat nodig heb. En verder staat gewoon alles binnen handbereik. Ik heb hier een pak drinken. Ik heb zojuist een beetje bouillon gehaald beneden.
omdat ik niet echt veel trek heb. En verder heb ik al mijn medicijnen hierboven en is te afwachten tot ik weer negatief ben. Heel raar trouwens dat ik vanmorgen vroeg nog negatief was. En vanmiddag in één keer positief testen. Maar aangezien ik al anderhalve dag klachten heb, ga ik vanaf het moment van de klachten uit dat ik al corona had of en aan het opbouwen was. Dus dat betekent dat ik maandag, als het mee zit, dinsdag uit isolatie kan, mits ik geen klachten meer heb en negatief ben. Dus ja, top. Ik had een verjaardag dit weekend, twee verjaardagen dit weekend zelfs. Tom had allemaal uitjes dit weekend staan. Ik had allemaal dingetjes dit weekend staan. Dus ja, dat hebben we allemaal geannuleerd. Helaas. Maar goed, in ieder geval is het niet anders. En probeer ik me een beetje bezig te houden hier. Ik ga jullie gewoon lekker meenemen deze 5 dagen. Zodat ik ook nog wel een beetje wat te doen heb. Het is nu alweer avond. Ik heb net avond gegeten. Ik ging er niet van harte in. Maar ik ga het zo even onder een douche stappen. En daarna dan medicijnen innemen. Of nou, eerst medicijnen innemen. Paracetamol, antigripine, mijn pil, mijn pillen voor mijn benen, voor mijn rustige benen. Hoestdrank. De hele mikmak gaat heel even duren, want ik sta te kokken als op elke pil die ik moet inslikken. Maar goed, maakt niet uit. Dus dat ga ik innemen. En daarna onder een douche mijn gemak houden. En daarna denk ik mijn bed in. Nog een YouTube video'tje kijken tot ik echt al een beetje moe aan het worden ben. Dan doe ik gewoon mijn ogen dicht. Hopelijk slaap ik door. Want ik slaap heel slecht als Tom er niet is. maar goed, dat maakt het op zich niet uit. Ik ga gewoon kijken of ik de nacht doorkom. Kom ik de nacht redelijk rot door. Dan slaap ik morgen wel weer bij. Maar ik ben heel erg slecht in op de dag slapen. Dus ja, het is niet anders. In ieder geval ga ik me eigenlijk bezig moeten houden de komende 5 dagen. Maar het komt wel goed. Ik neem jullie mee. Oké. Goed, inmiddels moet ik nog steeds mijn medicijnen innemen. Ik heb net even een to-do-list aangemaakt in de herinneringen app op Apple. Om alles een beetje per rijtje te houden. Want ik merk dat ik heel erg met een als kip zonder kop hier in mijn kamer zit. En denk, moest ik ook alweer doen. Maar no worries. Wat ik trouwens wel ga doen is even lampjes ophangen in mijn bedkast dinges gebeuren. Ik heb daar nog lichtjes liggen en die ledstrip werkt niet meer. Dus dat gaf mij mooi de gelegenheid om mijn lampjes in mijn kast op te hangen in plaats van de buiten. Want op zich heb ik de buiten prima genoeg leeg. Maar ik wilde in plaats van mijn ledstrip aan te moeten hebben, wilde ik die lampjes aan hebben. Dus bij deze. Verder doe ik nu niet meer zo heel erg veel. Dan dit in. Maar wat ik wel even wilde vertellen is dat de poster dus inmiddels heb opgehangen. Ik ben er super blij mee, by the way. Super leuk. Maar het is tijd voor mijn medicatie. En ook een raar dingetje. Ik weet niet of dat komt omdat ik me gewoon niet lekker voel. Maar elke keer staat het huilen me nader. Elke keer wil ik gaan huilen of krijg ik tranen of slaap mijn stem over. Komt ook door het hoesten, maar ik weet niet wat dat is. Ik mis Tom gewoon, denk ik. Nee, ik vind het wel jammer dat hij naar huis is, maar ik snap hem echt hartstikke goed. En ik geef hem ook daar echt wel. Vanmorgen was ik een beetje boos op hem. Want toen dacht ik van, je bent gek dat je nu naar huis gaat met corona. Want daar is geen corona. Maar goed, aan de ene kant, ik snap hem wel. Dan geef ik hem nu ook hartstikke gelijk. En het is misschien ook goed dat iedereen nu even op zichzelf zit. Anders blijf je elkaar maar heen en weer aansteken. Zeker als Tom en ik op elkaar lip blijven zitten. Dan blijf je dat houden. Dus dat werkte niet helemaal. Maar goed, in ieder geval. Tijd voor medicatie. En dan ga ik mijn lijstje verder afwerken. Goedemorgen. Ik ben inmiddels wel wakker. Best al een beetje beroerd geslapen helaas. Maar het mocht niet zo anders zijn. Ik moet zeggen, ik ben nu redelijk wakker. Vanmorgen werd ik even wakker en toen was ik echt binnen een paar minuten weer teruggedommeld. Maar goed, voor nu
Trouwens, gisteren nog even een dingetje. Smokey heeft mijn bed ondergepiest. Dus in plaats van dat ik normaal onder mijn tweepersoonsdekbed slaap met twee kussens in mijn bed, heb ik vannacht onder mijn eenpersoonsdekbedje gelegen. Omdat die hond mijn complete dekbed en mijn ene kussen had ondergezeken. Die heb ik gisteravond gelijk in de was gegooid. Die heb ik nu even. Hij zit nog in de wasmachine. Die heb ik nu even op centrifugeer gezet omdat hij nog zeiknat was. En dan ga ik zo meteen die was ophangen. En ik heb nog een was die ik even moet ophangen. Die heb ik gisteravond even niet met de puffer voor gehad om die nog op te hangen. Ik en Tom waren gisteren dus nog besmet. Daarbij zijn er vandaag nog een paar bijgekomen. Namelijk mijn moeder heeft corona opgelopen. Is natuurlijk niet al heel raar, want iedereen heeft het hier nu gehad die hier in huis was. En Steven heeft opgelopen, een collega van mijn pa. Een goede vriend van ons. Waarschijnlijk is het allemaal begonnen bij een andere collega van mijn vader. Waar mijn vader het weer van heeft. En zo hebben Steven, Tom, ik en mijn moeder het van mijn pa weer. Ik voel me nog steeds beroerd van allemaal, heb ik het idee. Ik ben degene die ook benauwd is. Ik weet niet hoe Tom zich nu voelt. Ik heb hem nog niet gesproken. Het is trouwens nog best wel... Het is niet heel laat meer hoor. Het is 3 minuten voor 10. Ik heb een boterham gegeten. Ik had 3 boterhammen gemaakt. Die kreeg ik gewoon niet weg. Dus ik heb er 1 op gegeten. En ik heb er 2 folie in de koelkast gezet. Ik ben nu ondertussen een kop koffie aan het drinken. Want dat heb ik gisteren dus ook niet op. Ik ga zo even... Het smaakt gewoon allemaal heel raar ook. Ik ga zo even mijn medicijnen nemen. Antigripine, paracetamol, slik ik stug. Puur om het feit dat ik het allemaal een beetje wil onderdrukken. De drottelgevoel. Dus ja. Ik heb gisteren eigenlijk niks meer gefilmd. Ik heb mijn lijstje afgewerkt. Ben gaan douchen. En net mijn ogen dicht gedaan. Dus ja. Eens kijken wat de dag vandaag brengt. Het voordeel is wel dat nu iedereen hier besmet is. Dat we wel een beetje vrij door het huis kunnen. Maar ik wil me wel een beetje afzijdig houden. ook gewoon voor mijn eigen gezondheid. Maar ik ga even mijn medicijnen innemen. Hopelijk dat dat zonder kokhals en alles gaat. Want ik ben echt een vreselijk in pillen slikken. Je hebt me gisteravond moeten zien. Ik heb een ibuprofen ingenomen. Twee paracetamols. Antigripine, mijn pil, mijn pilletje voor mijn onrustige benen. Een paar melatonine tabletten. Nou, ik ging echt stuk. Ik had het niet meer met mezelf. Ik bleef kokhalzen, vreselijk. We zijn te kletsen beneden. Maar ik ga dus even mijn pillen innemen. En dan eventjes mijn eigen opfrissen. Ik hou dit denk ik wel aan. Ik denk dat ik wel zo meteen even een legging of een normale broek aandoen in plaats van mijn pyjama broek. Maar verder hou ik dit topje en dit shirtje met lange mouwen cropped. Die hou ik wel gewoon aan. En dit vestje, want mijn raam staat open om te luchten uiteraard. maar ja, ik wil geen kou lijden. Dus vandaar dat ik wel gewoon lekker even 2 keer lange mouwen aan heb. Maar goed, ik drink mijn koffie op en daarna ga ik me echt een beetje opfrissen. Voor hoever ik er zin in heb. En dan gaan we eens kijken wat we vandaag allemaal gaan doen. En ik heb er trouwens verkoudheid bij. Wat niet heel raar is, want Tom is al 3 weken stront verkouden. Dus ik had het niet anders verwacht. Goed, medicijntjes zijn ingenomen. Ik heb me even opgefrist en even omgekleed in een iets ander outfit dan een pyjama. Ik heb een zwarte broek aan. Zo'n flare pants. Zo'n lekker stofdun dingetje. Ik denk dat dit ook echt wel lekker mijn broekje wordt voor de komende dagen. Denk ook vooral niet, waarom heb je nou elke dag hetzelfde outfit aan? Waarschijnlijk zal het zo ongeveer een beetje dezelfde outfits worden. Ik heb een cremig t-shirtje aan met een hoge kraagje, want ik heb het een beetje fris. En ik heb dit cropped vestje aan. Er zijn 2 nieuwe vestjes die ik heb. Ik heb deze ook in het blauw. Alleen deze is vloers. En die andere is wel gewoon normale stof. Dus that's my outfit for today. Ondertussen voel ik me nog steeds een beetje belabberd. Medicijnen zijn ingenomen en het is tijd. Want lang leven de herinneringen app. Om mijn was op te gaan hangen. Dus dat ga ik nu doen. Verder heb ik toch niet zo heel veel te doen vandaag. Zeg maar rustig, gewoon niks te doen vandaag. Dus
De wasmachine piept steeds. Dus ik ga zo eens even spieken. Maar ik ga dus een was ophangen en mijn beddengoed ophangen. Want dan is dat hopelijk ergens vandaag droog. En dan kan ik gewoon weer lekker slapen. Goed, ik ga het eindelijk even een wasje ophangen. Ik ben net heel even bezig geweest. Ik moet zeggen, ik voel me nu op zich prima. Een beetje verkouden. Maar verder voel ik me eigenlijk wel oké. Ik ben nog steeds een klein beetje benauwd en zo. Maar als dat ergst is. Ik voel me eigenlijk vooral 's avonds en 's morgens heel erg beroerd. En niet lekker. Maar ik moet zeggen, het doet ook wel een verschil. Oh nee, dat is niet bij ons. Ik dacht dat het pakketje kwam. Maar het doet ook wel best wel een verschil. Nu ik redelijk een beetje aangekleed ben. En wel gewoon me normaal gedraag. En niet zeg maar de hele dag in mijn bed lig. Ik moet zeggen, dat heb ik gisteren weer en eergisteren wel gedaan. Of tenminste gisteren, eergisteren niet. Gisteren. Daardoor voel je eigenlijk belabberder dan dat je eigenlijk bent. Om het zo te zeggen. Ik voel me op zich prima nu. Dus dat is mooi. Ik ga even kijken hoor, dat moet naar de Stadswerf morgen. Dus dat is mooi. Verder, die breng ik zo naar beneden. Er staat daar een zak met spullen. Wat ik wel erg heb, is dat ik een beetje als een kip zonder kop blijf rondlopen. En elke keer dingen wil doen en 2 seconden later denk ik, ik moest iets doen, maar ik weet even niet meer wat. Dus dat is wel heel irritant. Maar ik ga even een wasje opruimen, ophangen. Mijn camera is leeg, dus die ga ik even opladen. En ja, verder zien we wel hoe het verder loopt. Camera is opgeladen, dus dat is top. Ik heb net avond gegeten. Ik heb gekookt. En ik heb mijn lampjes aangezet. Ik vind het zo cute staan. Ik heb ze alleen niet goed uitgemeten, want de ene stopt daar. En de andere loopt helemaal door naar beneden. Maar... maakt niet uit. Ik ga zo meteen kijken of mijn bedovertrek een beetje droog is geworden. Ik heb trouwens hier een fotootje van Tom en mij opgehangen. Super cute. Maar ik ga dus zo kijken of mijn bedovertrek droog is. Die kast, dat ga ik ergens komende volgende week opruimen of zo. Ik wil ook weer niet te veel doen. Maar wat ik wel ga doen is morgen die deur van de kledingkast opruimen. De andere kant hoeft niet, want ik hang eigenlijk niks meer op. Ik vouw bijna alles. Maar die witte deur, dat is echt gewoon oorlog. Als ik die deur optrek, rolt echt alles naar beneden. Dus ja. Is niet anders, ik moet het wel gaan opruimen. Maar als ik me morgen redelijk oké voel, dan ga ik dat gewoon doen. En anders dan schuif ik het op. Tot nu toe, ik moet zeggen, ik voel me prima. Ik heb me gisteren heel erg beroerd gevoeld. Vanmorgen heel erg beroerd gevoeld. Maar ik voel me nu op zich redelijk. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Verder doe ik eigenlijk niet zoveel meer nu. Ik wil zo meteen even onder een douche gaan stappen. Samen met mijn body scrub van de Rituals die ik vandaag weer binnen heb gehad. Die was op. Dus ik heb een nieuwe besteld. Echt, ik ben verslaafd aan de Rituals Body Scrub in de oranje lijn, de Merlijn. Met de sinaasappel. Oh, is wel lekker. Maar ja, wat ik zeg, ik ga dus zo meteen even onder de douche staan. Ik heb, even kijken hoor. De kledingkast ga ik morgen opruimen, beddengoed pakken. medicijnen innemen vanavond, hond uitlaten, dat doe ik over 2 uurtjes. Dus ik ben nog wel heel even bezig, maar ik ga nu gewoon even lekker chillen, even drinken, tv kijken. Hey, ik zie Tom. Dus nee, even gewoon wat drinken, niet zoveel doen en dan zie ik het daarna wel weer verder. Morning. Het is zaterdag, ik ben inmiddels wakker, het is 9 uur. Ik zou vanmorgen eventjes wat gaan doen om 8 uur, maar oeps. Ik heb me verslapen, maar goed, maakt niet uit. No worries, niks ergens aan de hand. Ik heb heel rot geslapen, ik voel me rotter dan hoe ik gisteravond ging slapen. Ik kan aan de ochtend liggen, ik weet het niet.
moet ik in ieder geval gaan doen. Ik zal mijn hoestdrankje innemen. Want gisteren was mijn hoest bijna volledig weg. En nu zit het hier weer niet lekker. Ik heb even een koffietje gemaakt en een kop thee. Doe maar dubbel, I know. Maar ik had even trek in wat lekkers. Ik ben ondertussen even mijn kussens en het goed meer recht op neerzetten. Want dan ga ik nog even een aflevering kijken van Million Dollar Island. Gisteravond ben ik die aan het kijken geweest. Ik moet de laatste aflevering nog, want ik liep niet echt helemaal bij meer. Dus waardoor er schijnt een prachtige zon. Het waait wel. Dus mijn gordijn gaat een heel klein stukje open vandaag. Maar echt een heel klein stukje. En dan kan er toch een beetje licht naar binnen. Ik ga heel eventjes een serietje kijken. Mijn koffie opdrinken. En daarna dan ga ik me eventjes wassen en aankleden. Ik zit erin om te gaan douchen. Maar de ene kant wil ik vanavond douchen. Dat wilde ik gisteravond ook, maar dan heb ik het niet gedaan. Dus ik denk dat ik me inderdaad wel gewoon even ga opfrissen, maar wel gewoon het makkelijk hou en dan vanavond lekker ga douchen. Ik wil mijn koffie heel veilig aan de andere kant zetten. Ik heb trouwens wel mijn kleding en alles klaar liggen, dus dat is mooi. Maar ik heb even een bouillonnetje, want of een kopje thee. Want ik heb even trek in wat warme dingen, want ik heb het niet zo warm namelijk. En ik voel me, wat ik zeg, ik voel me rotter dan gisteren. Maar het blijkt ook dat het wel een beetje met vlagen komt. Eén moment voel je weer prima, het andere moment voel ik me weer beroerd. Dus ja, het is afwachten. Maar het is in ieder geval 9 uur geweest net, denk ik. Ja, het is 6 minuten over 9. Ik heb ook niet veel dingen die ik wil doen. Ik wil alleen straks mijn kledingkast uitzoeken. Maar goed, dat kan rond de middag ook. Dat ik nu gewoon even mijn gemak hou. Maar ja, mijn pa mag trouwens vandaag testen om te kijken of die negatief is. Ik ben heel erg benieuwd, want dan mag hij gewoon lekker weer naar buiten. Dus dat komt wel heel goed uit. Maar goed, ik ga even een aflevering kijken van Million Dollar Island. En dan zie ik jullie wel ergens als ik ready ben en klaar om te beginnen. Ik ben inmiddels soort van aangekleed. Maar ik vind het heel erg moeilijk om een beetje fatsoenlijk energie te verzamelen om mijn kledingkast te gaan doen. Omdat ik me zo belabberd voel. Maar ik ga het toch doen. Ik heb mijn kledingkast voor het eerst in ieder geval opengeschoven. Maar ik ga alles leeghalen en de 3 vakken opnieuw inverdelen. Alle winterkleding. Tenminste, alle echt dikke kleding. Een beetje verplaatsen. Want het wordt volgende week heerlijk weer. Al mijn zomerdingetjes een beetje tevoorschijn trekken. Gewoon alles op het gemakje. Af en toe even een pauze tussendoor. Even wat drinken. En vooral gewoon op het gemak. Vooral niks gehaast. Zijn de dingen niet af? Leg ik het aan de kant? Doe ik het morgen? Ga ik morgen verder? Maar ik wil niet niks doen. Ik wil iets doen. Ik voel me kapot. Dus ik ga eraan beginnen. Goed, inmiddels is het bij 3. Ik ben heel de dag bezig geweest met mijn kast. Ik ben kapot. Maar hij is opgeruimd. Ik heb de 8 leggings liggen omdat ik die bijna nooit draag. Hier liggen allemaal pyjama dingetjes. Dus blauwe spijkerbroeken, zwarte broeken liggen hier achter. Er liggen nog een aantal kledingstukken in die kast daar, maar goed. Mijn mandje met BH's, sokken, onderbroeken enzovoort enzovoort. Hier liggen 3 jasjes achter. Mandje voor Tom met zijn onderbroeken en sokken. Polootjes, de trui zitten nog in de was. Tenminste, die zijn nu droog, doe ik straks ophangen. Hier achterin liggen topjes. Zomertruitjes, t-shirtjes en dingen. Dit zijn allemaal t-shirtjes met printjes. Even, maakt allemaal niet uit. Hierachter liggen nog wat shirts met lange mouwen en wat truien. En daar, dat is een soort opslag geworden. Dus ik moet zeggen, top. Dit moet allemaal weg straks. Ik ben kapot. Ik ga liggen. Ik neem even wat te drinken en
Dan heb ik het gehad voor vandaag. Ik ben echt kapot. Tom zijn moeder stuurde net een berichtje van, joh, hoe gaat het? Ik zeg, ja, het gaat op zich prima. Ik mag er niet klagen. Ik ben alleen hartstikke benauwd. Ik blijf hoesten en doen. Dus dat is wel super irritant. Maar goed, in ieder geval... Even mijn gemak houden. Ik ga zo de BH die ik aan heb uitdoen. Of in ieder geval even los. Of nee, misschien een t-shirtje uit, want ik heb bloedheet. En gewoon even een serietje kijken, want ik ben bot. Ik ben echt op. Goed, het is inmiddels zondag. Het is 4:10. Let niet op mij. Ik heb gisteren mezelf ingesmeerd met zelfbruiner. Behalve mijn benen. Dus ik zie er zo uit. Mijn benen zijn wit. Maar ik ga zo even mijn benen scheren en gelijk insmeren met zelfbruiner. Want het wordt super lekker weer volgende week. Ik moet zeggen, mijn COVID-test is nog steeds positief. Ik heb zojuist getest. Helaas is hij nog steeds positief. Maar... het schijnt dat die testen een behoorlijke tijd positief gaan blijven. Dus als je geen klachten meer hebt, mag je gewoon weer naar buiten. Na 5 dagen. Morgen is mijn 5e dag. Dus dat betekent dat als ik me morgen prima voel, dat ik dinsdag naar buiten mag. Maar ik ben nog steeds verkouden. Hoest nog steeds heel erg. En heb het nog steeds benauwd. Dus ik hoop dat dat morgen een groot deel af gaat nemen. Ik moet zeggen, die verkoudheid zat er al voordat ik corona had. Die heb ik echt al 2 weken of zo. 2-3 weken. Maar op zich, benauwdheid valt redelijk mee. Ik merk dat ik me een stuk fijner voel nu. En het hoesten, ja, dat komt gewoon van de benauwdheid af. Daarom heb ik het benauwd. Dus dat. Maar ik ben vanmorgen en vanmiddag niet lekker geweest. Ik heb heel veel geslapen. Ik voelde me niet top. Nu voel ik me op zich wel weer prima. Het is elke keer dat ik me 's avonds goed voel. Ik vind dat heel apart. Maar in ieder geval... ik ga even een beetje opruimen hier. Want het is echt een bende. Niet te doen. Er moeten 2 vuilniszakken en een plaatsspeler naar beneden. Dat mandje moet ik een plekje zien te geven. Ik weet niet waar ik dat ding moet laten. Dus dat wordt ook nog leuk. Ik ga eventjes mijn kast daar opruimen. Dus ik ga heel even een beetje op mijn gemak. Want gisteren heb ik natuurlijk ook 5 uur gedaan over een stukje kledingkast opruimen. Maar ik ga gewoon lekker op mijn gemak mijn dingetjes opruimen. En verder eigenlijk niet zoveel. Hey Google, let aan. Ja, het is inmiddels avond. Ik heb het vandaag schoongemaakt en alles gedaan. Morgen heb ik moeder in het ziekenhuis, dus morgen kan ik niet zoveel. Maar ik heb bezoek. En het hondje dat beslist om daar te gaan slapen in plaats van in een bed wat compleet half leeg is. Smokey slaapt hier, mijn wekker staat 7:15. Ik ga hem 7 uur uitlaten. Dus het is tijd om te gaan slapen. Tot morgen. Ik heb trouwens Tom nog even gebeld. Voor het eerst in 4 dagen dat we elkaar echt gesproken hebben. 5 dagen. Dus dat was even gezellig. Maar ik ga toch te slapen. Goed, het is zover. Mams is richting het ziekenhuis voor de bloedtransfusie vandaag. Pap is met hem mee. Die heeft ook geen klachten meer. Dus we gaan ervan uit dat die negatief is. Alhoewel alle testen van iedereen van ons nog steeds positief blijven zien. Ik heb een dikke nek hier. Ik weet niet of je het nu goed kan zien op camera, maar mijn klier hier zo is opgezet, dus dik. Kan komen, waarschijnlijk gewoon een ontsteking, kan komen door het hoesten en zo. Ga mee, Smak? Kom. Ik moet namelijk even plassen. Dus dan stop ik die hond even hier, zodat hij de papegaai niet kan pakken. Goed, en weer klaar. Ik ga jullie trouwens even een outfit of de day laten zien. Ik loop trouwens met mijn jas aan in huis, omdat ik koud heb. Neem me niet kwalijk.
Ik doe hem een heel klein stukje hoger. Zo. Ik heb vandaag aan een zwarte broek. Mijn Puma's. Zwarte broek. Dit shirtje komt van een trouwens Poembeerst broek. Jasje is van Berske. Volgens mij. Nee, jasje is van Stradivarius. Nee, jasje is van Berske. Ja, jasje is van Berske. Shirtjes van een boutiqueje uit Utrecht. Vestje is van, volgens mij, H&M. Lang vest met punt aan de onderkant. Want ik ben koud, dus ik ga mijn jas hier lekker aan. Pa en ma zijn dus weg. Smokey ligt uit de slaapbank. Ga je naar beneden. dus mijn kleur is opgezet. Doet een beetje zeer. Je ziet hem ook dat hij hier een beetje dikker is dan aan deze kant. Mijn onderkin. Nee, maar ik ben niet zo heel erg lekker. Nog steeds. Maar ik ga wel even wat eten, want daar heb ik wel trek in. En ik ga dus eventjes een hard broodje in de oven doen. En ja, dan lekker een broodje carpaccio eten. Goed, ik heb Rio in zijn kooitje gestoken. Gesteken, wel gezegd. Ik ga Smokey even uitlaten. Ik heb even van jasje gewisseld, mijn zwarte leren jackie aan. Smokey, kom. Kom. Beestje doet het een beetje raar met zijn riem. Alsof hij een beetje bang is ervoor. Ik weet niet wat er voorheen met hem is gebeurd natuurlijk. Maar het is heel erg dat ik denk, nou. Ik weet niet waarom jij zo reageert, jongen. Hoppakee. Maar ik loop heel even naar buiten. Telefoon heb ik in mijn zak. Sleutels heb ik in mijn zak. Dus dat is allemaal mooi. Even mijn ketting recht hangen. En dan kunnen wij naar buiten. Ik heb trouwens laatst van iemand een Chanel tas overgenomen. Splinternieuw, nooit gebruikt. Alleen de ketting daarvan, dus de band waarmee je hem dus om je nek slash schouder houdt. Die was dus een beetje kapot. En aangezien ik nog een oude kettingband had van een andere tas. Precies dezelfde kleur zilver, heb ik die dus juist aangehangen. Dus ik kan mijn tas eindelijk weer gaan gebruiken. Super tof. Het is echt, denk ik, wel de enige tas die ik super chill vind om te gebruiken. Het is trouwens super lekker weer. Mijn hond loopt letterlijk om een lantaarnpaal heen. Smurf, dat kan toch niet? Kom. Smurf, kom maar. Ik zag trouwens laatst een comment onder mijn video van jongen, waarom laat je hond zo ver van je vandaan lopen? Er is hier op zich niks. Qua dingen die langskomen of zo. Alleen de school hiernaast, maar ja, dat zit achter een hek. Maar er komt hier op zich bijna geen verkeer of fietsverkeer of iets langs. En als dat langskomt, dan zie ik dat ruim van tevoren. Dus ja, in ieder geval even lekker naar buiten met Smokey. Ik moet zeggen, ik heb een dun shirtje aan mijn vestje. En nu zo het leren jekkie erop. Perfect, heerlijk. Ik wil er morgen eigenlijk een jurkje aan doen. Nou twijfel ik een beetje. Aangezien het naar mijn idee toch ietsje frisser is. Morgen. Maar goed, even Smokey uitlaten. En ik ga zo even mijn haar feunen. Even spul mijn haar doen, even mijn haar feunen. Want toch niks te doen. En dan zit in ieder geval mijn haar weer even 2 dagen goed. Goed, change of plans. Ik ga mijn haar feunen nu. Want ik ga zo meteen als mijn pa terug is richting het ziekenhuis. Waar mijn moeder is. Namelijk het Erasmus waar ik zelf ook heb gelegen. Het is namelijk zo. Dat mijn moeder dus waarschijnlijk 5 à 7 dagen moet blijven. In plaats van 3. Waar we allemaal vanuit gingen. Dus mams heeft niet genoeg spullen bij. Mijn pa heeft 3/4 meegenomen, maar niet genoeg dus. Dus ik ga zo richting haar, omdat mijn pa vanaf morgen weer gaat werken. Dus ik kan er tussendoor niet naartoe. Ga ik zo meteen, als mijn pa terug is, richting mijn moeder om daar de spulletjes te brengen. Het is niet anders. Tuurlijk, we hebben officieel corona, dus officieel mogen we er niet uit. Maar het is even anders, want mijn pa heeft mijn ma ook gebracht. Dus zolang ik een mondkapje op heb, is er niet veel aan de hand. Dus, en ik heb op zich niet meer de beroerde klachten die ik voorheen had. Dus daar maak ik me niet zo druk om.
En mijn haar is lekker een beetje gefeund. Ik moet alleen zeggen, het wordt weer net even te lang. Dus het gaat een beetje raar zitten. Maar goed, no worries. In ieder geval ga ik zo meteen richting mijn moeder. Ik heb verder toch niks meer te doen nu. Ik heb haar spulletjes die ze moest hebben gepakt. En dat zit zo'n beetje, denk ik. Zo meteen maar richting mama vertrekken.